Deze week in Nieuwsronde. Kick-off van Juni Beweegt. Jos die Bent in Meidrecht. Goud in je wijk. En Venen Literair. Afgelopen donderdag was op het Raadhuisplein in Meidrecht de kick-off van Juni Beweegt. Juni Beweegt is een sportstimuleringsprogramma voor volwassenen. En we hebben alle sportaanbieders uit de Ronde Venen bij elkaar verzameld en daar een mooi programma van gemaakt. En dan kunnen de mensen in de maand juni voor een tientje alles uitproberen wat ze willen. En dan hopen we dat ze over de streep trekken om wat langer door te gaan met sporten. Maar merkt u ook in uw eigen omgeving dat mensen te weinig sporten? Ja, heel veel mensen, ook vooral van mijn leeftijd, hebben het maar druk. En met werk en met kinderen. En die maken gewoon geen tijd vrij om te sporten. Terwijl je dat eigenlijk gewoon in je leven moet inplannen. Met de pas kan men bij 21 sportaanbieders in de regio lessen en trainingen volgen, 2 sportscholen bezoeken en ook in het zwembad kunnen lessen gevolgd worden. Je kan alles uitproberen waar je zin in hebt. En dan vind je vast wel iets waar je plezier in gaat beleven en dat ga je volhouden. We gaan ervan uit dat we er 500 deelnemers gaan halen dit jaar. Wethouder Molenburg onthulde de poster en kreeg symbolisch de eerste Juni Beweegtpas overhandigd. De Juni Beweegtpas kost €10, inclusief een kortingsbon van €7,50 bij een lokale sportwinkel. Er is hard gewerkt aan een concert die het Jos die Bent Orkest gaf op 12 april in Meidrecht. Wekelijks werd er gerepeteerd in de concertzaal in Zwammerdam. Van heinde en verre komen de artiesten naar de oefenruimte waar nauwgezet wordt gewerkt aan het repertoire. Bezoekers van het concert betaalden €15 entree. Achter die entreeprijs zit wel een heel verhaal. Het bedrag wordt in zijn geheel besteed aan een dagje uit voor zieke kinderen uit de regio. Maar ook kinderen die maatschappelijk wat achterliggen zijn op die dag welkom. Het plan is om samen naar Hilversum af te reizen en daar op de luchthaven te worden uitgenodigd in een sportvliegtuigje plaats te nemen. Met een aantal sportvliegers gaan ze een vlucht maken met de kinderen en hun begeleiders rondom de Ronde Venen. Goud in je wijk is een actie waarbij onze gemeente ook aan deelnam, om je eigen wijk er beter uit te laten zien. Het is een initiatief vanuit de gemeente waarin bewoners worden opgeroepen om met elkaar hun wijk op te knappen. En dat kunnen verschillende dingen doen. En wij hebben besloten hier het veldje wat op te knappen, de bankjes, een mooier hek, wat mooie heesters te planten en het afval op te ruimen. Veel deelnemers? We hebben natuurlijk altijd aanmeldingen en dan ook weer afmeldingen. Maar we zijn niet ontevreden. Ja, de bankjes, het groen. Ja, we gaan wat gras wegsteken en plaatsen daar wat heesters. We hebben een stukje groen aan een andere kant van Muiveld. Hebben we zelf geadopteerd om wat moois van te maken. En de bankjes worden geschilderd door een buurman. Die is kunstenaar, die gaat daar wat moois van maken. Dus we zijn benieuwd naar het resultaat. Prima, dankjewel. Veel succes vandaag. Dank u wel. Imelda, jij bent de grote kracht hier in Zuiderwaard. Ja, dat klopt. Ja. Moet schoon worden, hè? Ja, dat is wel het fijnste. Hoeveel mensen heb je? Een behoorlijke groep, hè? Ja, er hadden zich ongeveer 12 mensen opgegeven. En ik denk dat we bijna met 20 zijn nu. Dus, maar het komt denk ik ook dat mooie weer. Ja, ja. Dat zal zeker zo zijn. Er lag nogal wat vuil, zag ik. Ja, vooral het Zwanenpark ligt heel veel rondom de skateboardbaan. De straten, redelijk, want we lopen altijd al te rapen. En we hopen dat het goed helpt. Ja. Nu dit lijntje en het straatje, straks het park, hè? Ja, met z'n allen willen we het park doen. Dat is de meeste werk en dat is ook gezelliger om met z'n allen samen te doen. Mooi. En daarna lekker een bakje koffie, lekker gevulde koek erbij. Moet ook weer beloond worden, hè? Ik kom mee eten. Ja, mag hoor. En de achterkant, ja. Hanno, jij werkt bij de Baat en de Baat is de initiatiefnemer van hier Vinkeveenschoom, eigenlijk de hele gemeente. In principe is het een initiatief van de gemeente, Goud in je wijk. Daarmee willen ze bereiken dat de bewoners activiteiten organiseren in hun eigen wijk. En dat kan zijn een opschoonactie zoals hier, of een barbecue of het opknappen van een speelplaatsje. Of het groen snoeien, diverse activiteiten dus. De gemeente is natuurlijk heel blij met dit initiatief en zorgt voor wat geld.
Ja, inderdaad. Als je kosten maakt, kan je die declareren om uit de kosten te komen. Behoorlijk opkomst, natuurlijk ook door het mooie weer. Ja, schitterend weer. Een goede opkomst inderdaad. Hier in de wijk zijn ook diverse initiatieven en ook inderdaad in Zuiderwaard. Richting Meerkoetlaan, Waterhoenlaan. Dus ja, ik denk dat we ook kunnen samenwerken, misschien in de toekomst, door het nog groter te maken. Geweldig, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Wethouder Kees Schouten is ook weer van de partij. Ja, heel graag. Ik vind het geweldig. Goud in je wijk. Voor de derde keer organiseren we deze actie. En wij als gemeente die ondersteunen dat. Maar de wijkcomité's voornamelijk die hebben het initiatief genomen om allerlei acties te voeren. Hier in Vinkeveen op het Loopveldpark zijn net heel veel kinderen uitgezworven. Zwerfafval op te halen. Geweldig die inzet en heel veel waardering voor deze activiteiten. De gemeente waardeert het ook met een budget. Ja, we hebben daar een klein budget voor en mensen krijgen een financiële ondersteuning als dat nodig is. En hebben we misschien net ook al gezien, we delen gevulde koeken uit met een mooie logo erop van Goud in je wijk. Dus ja, wij proberen op die manier ook het enthousiasme dus wat aan te wakkeren. Dat... Ja, dus zelf nog wat doen? Nou, ik ben vandaag, heel veel projecten waar mensen bezig zijn, ga ik langs. Om gewoon even mijn belangstelling te tonen. Omdat ik vind dat vind ik nodig. En dat wordt ook gewaardeerd. Dus in die zin, ik ga niet zelf zwerfafval nu niet ophalen. Maar wel mijn belangstelling tonen bij alle activiteiten die worden georganiseerd. Ik houd er niet op, want er zijn heel wat locaties te bezoeken. Ja, we gaan nu naar Baanbrugge in ieder geval. Oké. Terug die opgerend worden, hè? Ja, ja. Nog meer? Ja. Vorige vrijdag was het evenement Venen Literair, op een wat andere manier dan normaal. Nou, meestal deed de bibliotheek organiseren lezingen voor schrijvers. En we merkten wel eens dat de opkomst niet zo groot was. En toen dachten we van, wie weet moeten we in een andere setting dit eens doen. En was een ontspannende setting, zo met een schrijver, een signeersessie, een wijntje erbij in de pauze, vragen stellen aan de schrijver. En zo is het eigenlijk gekomen. Zo hebben we met elkaar, en de drijvende kracht was onder andere, daar Jacqueline van der Linden, hebben wij Venen Literair opgericht. Meer eigenlijk als een soort literair café. Schrijver Tommy Wieringa, die het Boekenweekgeschenk van 2014 Een mooie jonge vrouw schreef, was dit jaar te gast. Nou, we hebben eigenlijk al een aantal jaren geleden geprobeerd om Tommy Wieringa hier naartoe te krijgen. Nou ja, deze keer is het dus gelukt. En wat doet dat nou voor de lezers, zo'n avond? Heeft dat toch een soort verbroederingsgevoel? Het is natuurlijk ook een heel sociaal gebeuren. Hè? Je komt dezelfde mensen tegen en soms wisselt dat ook. Het ligt ook aan wat voor schrijver je dus hebt. Er zijn een aantal leesclubs hier in de Ronde Venen. Die heb je dus in Wilnis een paar, in Vinkeveen en in Meidrecht. Dat is een beetje het vaste publiek wat ook altijd komt. Ooit is dat initiatief, wou ik ook nog even zeggen, van Anneke afgekomen, uit de bibliotheek gekomen. Wat Margriet ook al zei, dat daar dus weinig mensen op afkwamen. En op deze wijze, met de publiciteit die we eraan geven, krijgen we toch aardig wat mensen in een vast publiek. 2003, januari, het voorjaar, dat was de eerste keer. En toen hadden we Midas Dekkers. En dat was gewoon een enorme goede greep, want toen hadden we heel veel mensen binnen. En ja, we denken toch ook wel, hè, omdat je heel goed begonnen bent, eigenlijk hebben we daardoor toch wel een groot publiek overgehouden. Wieringa gaf tijdens de avond een voordracht uit en over eigen werk. Hoe ervaart u zo'n avond? Vindt u dat leuk of wat vindt u ervan? Ja, ik vind het wel leuk hoor, maar het is een beetje veel geweest de laatste maanden. Ik heb in de boekenweek 36 keer dingen gedaan. Niet 36 lezingen, maar wel 36 keer opgetreden. En, dus ik ben voor dit jaar wel klaar. De schrijver is ervan overtuigd dat er niet minder gelezen wordt dan vroeger. Ja, maar ik las toch ook niet toen. Zulke boeken als ik schrijf las ik ook niet als toen ik 20 was. Nee, dus dat daar heb je wat leeftijd voor nodig. En nee, wat dat betreft maak ik me helemaal geen zorgen. De concentratiespannen, dat is wel iets waar je over kunt afvragen of die behouden blijft voor de literatuur of mensen niet
Maar goed, dat zijn allemaal van die sombere verhalen. En misschien is het helemaal niet voor reusachtige massa's bedoeld. En is het volumeverlies dat we nu kennen uiteindelijk helemaal niet zo erg. En het is voor connoisseurs uiteindelijk. Dus dat is helemaal niet zo erg. Ik schrijf per boek en elk boek begin ik weer helemaal opnieuw, van nul af aan. En moet ik alles weer opnieuw uitvinden. Toen Gabriel Garcia Marquez schreef dat hij na elk boek naar buiten wil rennen en iemand wil aanpakken en zeggen, hoe schrijf je in godsnaam een boek? Je weet het niet, je weet het nooit, hoeveel je er ook geschreven hebt. Dus nee, dat is te denken dat er een natuurlijk einde is omdat je bevredigd bent door aantallen. Dat is allemaal onzin. Marquez is overigens dit jaar op 87-jarige leeftijd overleden. Dit was Nieuwsronde. Ook een onderwerp onder de aandacht brengen? Mail ons op info@rtvrondevenen.nl.